moet een lijn denken. Nee, ik heb er twee op. Twee, ja? Ja. Ik moet koffie eens geven. Zitten daaraan. Links, of sorry, rechts zit mijn lid van verdiensten van de luchtpost. En rechts lid van verdiensten van de koningin. Van de Oranje Nassau. Verder heb ik niet zoveel gewonnen. Het zijn kleine dingen, maar het meest hebben we niet. Niks te doen. De jaren verstrijken. En ja, wat moet je dan? Gewoon maar ademhalen en op een gegeven moment ben je zo oud. Heel oud. Wim Alders heb ik opgeschreven het geheim van de schuurkamp weg. Hij heeft het er nog wel eens bij mij over. Als het niet zo goed gegaan is die week, dan haalt hij die herinnering boven. Want dat schijnt gruwelijk goed gegaan te zijn toen. Willem vertelde dat hij in die periode met de jonge duiven zo geweldig vloog, dat ik kreeg de indruk er waren 12 duiven in Aalten, en dan winnen er ook al 12. Ik heb het niet kunnen controleren, maar ja, men ging dus uit dat Wim geweldig goede duif was, want anders doe je dat niet. Maar het geheim van Wim was zijn werk. En dan zeg je zijn werk? Ja, zijn werk. Want Wim werkte in Zevenaar. En dan welke dag de duiven mee. En die van ons zat een beetje te slapen. En zondag waren die met helemaal thuis, dan waren de ons geen wakker. En ja, ik rijd daar nog wel eens in de zomer voorbij. En dan zie ik daar het hokje staan dat dreigt voorover te vallen. Maar er staat daar een oerdegelijke trap van op te vallen die het hele zootje weer in één weer gaat. En ik kan u rustig vertellen dat mijn vakwerk en oersterk. Waarom niet? Op een gegeven moment, dan is zo'n beetje hier alles in vol bedrijf om dit gebouwtje te maken. En dan treedt Wim tot de generale groep van bestuurders toe. En Wim is een gedreven man, dat weten we.
Dus wat gebeurde er? Toen Wim de centjes in handen had, toen hebben wij slechte jaren meegemaakt. Waarom? Wij zaten gezellig te praten en als Wim naar huis ging, dan deed hij de kachels uit en het licht. En dan zaten wij hier bij koude en dan was ik het over. En dat was voor Wim uitgezien natuurlijk helemaal juist. Maar voor ons, wij zagen iets anders. Maar ja, zo ging dat verder. En Wim is altijd zo'n gedreven man geweest. Want die jongens, en dat bedoel ik Herman en Tony en Manneke en Joke en zulke, die zeiden over Wim, die moet een zondag voetballen. Nou, Willem was zo gedreven dat meestal de wedstrijd niet uitmaakte. Dan werd er al door een scheidsrechter gewezen dat hij iets te overdreven was. De familie, Wim is de klompendrager en dan kom ik van de zomer kom ik bij Herman achter het huis. Je zat geloof ik niet, familie, ook op klomp. Nou, dat geeft dus aan dat je dat wel degelijk door kan geven. In duivenkringen, maar ook in klompenkringen. En wat mijn wonderlijke van is, dat hij aalbers heeft en niet klomps of klompenhouder of zoiets. Nee, dat is niet gelukt. Willem heeft gewoon Willem aalbers. En Willem komt uit een rijke familie van duivenhouders. We zijn met z'n allen over Gerrit niet vergeten. En we zijn heet niet vergeten, allemaal ouders die ja, hun steentje hebben bijgedragen in de duivensport. Ik denk nog even aan Henk. Henk heeft zijn steentje bijgedragen door heel vaak het HVH te winnen. En dan praten we nog over 600 euro in die, of gulden in die tijd. En Henk was de sluwe, regelmatig had hij dat gewonnen. Gerrit was de man, de man die ja, eigenlijk overal wel voor open stond. En iedereen weet dat nog wel, Han en zulke ook nog wel, dat als de smiddags gezellig hier zo aan het werk waren, dan ging Gerrit harken. Dan werd hier zo het hele, want er was nog geen vloer, er werd helemaal netjes aangeharkt en dan kon het publiek door de ramen naar binnen kijken en zeggen, god, ziet dat er toch keurig uit. Maar Gerrit, daar hadden we ook schrik mee, want tijdens de bouw, dan werd er wel eens een borreltje gedronken. En dan droeg Gerrit een loor leeg bij dat raampje. En dan vulden wij hem gauw en dan zetten we hem bij het volgende raam. Zeg Gerrit, je hebt je borrel nog niet leeg. En dan snap je wel, als hij bij het laatste raampje was, hoe ver Gerrit al was. Kon je niet meer harken. We hoeven maar te denken aan zijn vader. Daar begon het mee. Daarna volgde waarschijnlijk Henk en daarna Gerrit en als Wim als laatste. Dus dat waren vier mensen uit één gezin die allemaal postduivenhouder waren. En het mooie daarvan is, en dan kom je weer terug op die genen, Wim zijn vader is voorzitter geweest van de luchtpost. Nou, en wat zien we? Het zit in de genen. Wim heb ik ook jarenlang voorzitter geweest. Ja, men spreekt dan van zo vader, zo zo. Willem heb ik ooit eens kampioen gemaakt. Tegen zijn wil in. Maar ik heb hem omgekleed. Willem had duiven gekocht samen met Tony bij Dessers Mijnen. Ze vlogen nog op de hoek van de Bruttenstraat en stonden bovenaan wat de kampioenschappen betekenen. Ik doe niet meer mee zo in die laatste vlucht. Ik krijg geen duiven meer. Nou, het was net weer een moeilijk jaar, veel jongen kwijt. Nou, wij stonden daar zo'n beetje voor de duiven op te kletsen bij Wim. En er zat daar op de hoek met de deur zat een broedschotel met een jonge duif te broeden. Ja, dat doe je niet voor mij, man. Die ziet er door, die heeft alle kansen van het leven. Nee, over is over, zeg Wim. Nou, ja, wat kon ik daar nog aan maken? Ik was maar een opening, ik waren mijn duiven niet. Ik zei, nou Willem, nou heb je de kans. Doordrukken, probeer het. Nou ja, Willem was niet van mijn gedachten te veranderen. Dus ik naar huis toe. En zondag, daar reis kwam Willem samen met mijn bocht op. Heb je nog duiven mee? Ik zei, ja. Ik zei, ja, ook maar één of twee, ik heb er niet meer. Toen zei hij, ja,
één weg gedraaid. Zeg, hebben ze al ik moest hem melden. Ja, eerste. Nou, anders had hij geen kampioen geworden. De andere vereiste dagen. Ja, er is veel om mij te danken, Herman. Ze weten het niet. Maar Dimon dus, wedstrijdkampioen. Natuurlijk met geweldige goede duiven van Betters, we kennen hem allemaal nog wel. En ja, Willem had een opgekomen Tony en geweldige uitslagen. Weet je nog, Wim? Kan je nog herinneren? En ja, zo zijn er meerdere dingen. Een voorbeeld te noemen, kijk maar die donkerbruine deur die daar zit, achter jullie. En voor deze zijde voor jullie. Je kan hem haast Wim Samlingdeur noemen. Waarom? Ja, er waren nogal wat eisen aan die deur gesteld. Want in die tijd, nu staat die vaak een beetje open, maar in die tijd was dat een soort ijzeren gordijn tussen de NBVZ en de NAP van P. Die wilden absoluut niks met elkaar te maken hebben. Dus moest er een deur gecreëerd worden die goed werkte, open en dicht kon, maar ook geluid dicht. Nou, als Wim me goed kan herinneren, togen we naar Vivaldi om te kijken, dat was ook zo'n soort deur. Nou, hebben daar een paar biertjes gedronken, we hebben de deur gekeken en we konden er niet in kijken, want het was een vreemdsoortige deur waar je eigenlijk moeilijk in kon komen. Maar Wim, ja, die had die mogelijkheden wel. Hij heeft die deur gemaakt met isolatie ertussen en kijk nu eens, 30 jaar later, wat zeg ik, 33 jaar later, ziet die deur er nog net zo uit als toen die pas gemaakt was. Een geweldig stukje vakwerk, Wim. Eerlijk. En ja, Willem was onze techneut. Wij waren de meelopers. Maar Wim zei, zo moet het worden, dan werd het zo. De klokkenafdeling, we kennen hem allemaal nog, dat was een heiligdom. Die werd bestuurd door Willem. Wij dachten, we moesten haast op de deur kloppen. Mogen we even binnenkomen? Want ja, dat was een heilig gebied. Dat was heel onkundig daar. Nog papier pakken om meneer Jacobs, dan zie ik daar nog de staalkat in terug. Als ik een pen pak, dan zie je daar de staalkat in terug. En ja, het was in feite bij mijn bedrijf precies ene. Mijn baas was ook nervenmelker geweest, dus die deed zijn ogen al een beetje dicht. Ik zei, hoe niet alles te weten? En ja, nou ik denk dat Wim in die situatie ook stond, dat hij dan wel, ja, zijn arbeidsverleden was dusdanig belangrijk, dat ze de ogen een beetje dicht deden voor de dingen die Wim deed op dat bedrijf voor de luchtpost. En dat is eigenlijk voor mij precies één zo geweest. Als er wat nodig was, dan werd ook ons bedrijf ingeschakeld om al die dingen te doen, ja, die nodig waren voor de vereniging. Wim leverde het roest van staal en ik het staal. En ik hoor Wim nog eens zeggen, wat een ruw. Wij deden ongeveer op de centimeter iets, maar de hut, dat is op de millimeter te knoeien. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Bij de verdiende ons geld en daar ging het om. Nog even, wil ik nog even in mijn briefje kijken, want dan ben ik zo ver weggemaakt, dat ik onder andere niet weet waar ik over ben. We hebben met z'n allen daar veel plezier beleefd. Want de wethouder die kwam elke zondag met zijn vrouw Annie kijken. Ja, het is toch wat. Je kunt het zien groeien, zei hij dan. Maar ja, hij wist ook niet dat hier nog een stuk of 12 metselaars aan de gang waren. Want ja, wie in de bouw zat, ja, die had de buitenmuren en zo. En wie in het rechterhuis zat, die waren vooral Wim dan in dit geval. En wie in de loodgieterij zat, dat was Wissing en Wim de Herpen, ja, die hadden die functies weer. En wie in de knopenafdeling zat, ja, dat was een moeilijke verhaal, want we hadden geen knopen nodig. Dus wat moest die? Die moest een gat graven om de remweg op zijn gezeten die straat. Nou, hier toen door dat land. En ook die deden dat zo verbeterd.
dat ik kom op een morgen om 9 uur hier. Het gat zit er alleen, Kees. Hoe moeten we nou? Ik zei, ja, die kabel erin. En dan kan je niet meer dicht. En voordat het goede wat koffie dingen stijgt, waren de mannen klaar. En dat, ja, dat waren toch leuke dingen. Maar om een uur of half vijf, toen was echt na alles afgeharkt te hebben en de deuren dicht en de raampjes waren er nog niet in, je kon zo naar binnen kijken. Toen kwamen wij in een soort schat waar die vandaan kwam, ik denk bij ongeveer, ik heb geen voelbaar idee. Stonden drie van die schatketen en dan zorgde het comité, en daar zat ik ook in, dat er een biertje was. Maar ja, we waren moe en we hadden hard gewerkt en we waren jong en we dronken gewoon iets te veel. En we zouden we naar huis toe gaan. En ja, toen kreeg ik daar toch een stel zere vingers, niet van werk, echt niet. Maar ik wou Wim vragen of hij mee wou rijden, want ik was vlakbij in toen de tijd. Maar Wim zat al in de auto en net toen ik de tussendorp oppakte van de deuren, toen trok Wim de deur dicht. Nou, je kunt het wel begrijpen, want mijn vingers hebben een beenstroom gestaan. Ja, er was nog één man, maar het was niks te dol in die tijd. En dat komt mij van het hart. Ook Willem heeft geweldige inzet aan het luchtvaartschap. En niet een klein beetje, altijd. Als ik hier kwam, was Wim hier. Als ik hier s'avonds kwam, was Wim hier. Hij kon het beter zijn bed hier neerzetten. Want zo vaak was hij hier. Hij had altijd maar wat. Hij vroeg me nog eens een keer naar dat verdiepte platform. Wat dat nou zo nodig, zegt hij. Ik zei, ja Willem, maar die rokers. Ik zei, dan zit je zo meteen mijn stuk naar over. Dat moet de ventilatie zijn. Dat moet over die rand en dan naar weg. Hij heeft daar bijna 99% zijn inzet in gedaan, ook in dat platform. En dat was een rotwerk, want ja, alles wil altijd naar beneden vallen. Nou, en kijk eens van een plaat of een tin op zijn. En dan kan ik je rustig vertellen, daar heeft iemand een heel groot, zo niet het grootste deel aan gespendeerd. En zo, ja, mag ik rustig stellen, is weer een geweldige, maar dan ook een super geweldige, fijne collega. Ruzie krijgt er ook niet gaan mee. Dan zegt ja, zegt hij, en dan laat je me lul. En ik wil me wel eens in het dorp er ook niet gaan, want ik help geen zin. Dat is een maar Willem heeft enorm veel inzet, enorm veel werk. Natuurlijk meer hoor, het is niet zo dat het alleen Wim was, maar Willem was toch wel een grote drijfveer voor ons om door te blijven gaan. Want we moesten ook nog vliegen met duiven. We hebben ons de pest gewerkt om voor het seizoen klaar te zijn, maar dat redden we niet meer. Dus ja, toen was het vliegen en bouwen, nou, dat ging niet best hoor. Maar het is toch gelukt allemaal. En we zijn heel tevreden met z'n allen voor dit gebouw. Maar zeker dat Wim daar zo'n grote steen op in bijgedragen. Willem, ik wil je nogmaals zeggen, hartstikke bedankt. En al jarenlang gezond. En met plezier in de bijzonder. En daar heb ik zelf een stijf been, dus nou moet dat heel moeilijk. Ik sta me ineens af te vragen waar ik dat dan van heb met die duiven. Ik weet wel, de opa, de vader van mijn moeder, die heeft na de oorlog een kanarievereniging opgericht. Dus misschien dat het daar vandaan komt. Want ik liet die dingen dan wel los. Hè? Maar dat vond mijn opa niet zo leuk, want ze kwamen nooit meer terug. Of de melkboer. En ik moet zeggen, dat is met postduiven natuurlijk een stuk leuker. Er zijn heel veel lovende woorden al gezegd over de winnen. En misschien mag ik nog een keer beginnen bij Wim Aalbers. 30 jaar in het bestuur, 3 decennia lang. Waarvan ongeveer de helft als penningmeester. Ik heb begrepen dat dat de club heeft gered, Kees. Je hebt me ook wel eens een keer een verhaal verteld dat iemand een contributieachterstand had. Wim om geld vroeg. De betrokkenen zeiden dat hij dat niet had. Toen hij zich omdraaide en wegliep, stak er iets uit zijn broek, wat op geld leek. En picking, zei Wim. Pas gedreven was.
dat ben je nog steeds. Je was ook weer bij de kampioenen afgelopen jaar. Ik heb ontzettend veel bewondering voor je als, als lid, als bestuurslid en als duinliefhebber. We hebben daar in Veenendaal uitgelegd hoe je in elkaar steekt. Omdat een clubbrief die jij net waarschijnlijk al gedaan hebt voor ons. En ze zeiden, dan hoort daar een onderscheiding bij de hoogste die je op verenigingsniveau kunt krijgen. En dat is de bronzen speld van de NPO. Die wilde ik jou heel graag opspelden. Ik hoop dat ik niet al te zeker wat er ben, want dan druk ik je de borst. Dat heb ik eraf gekregen. Dat is, het gaat al een stuk beter. Prins Bernhard ging dat niet, die zei, geef maar hier aan. Hij had dan de bronzen spel van de NPO. Ja, dankjewel. Nou, eigenlijk niet. Moet jij niet. Oh, dat heb ik liever. Dat zeg ik. Nogmaals, Wim. Fantastisch, hè? Gefeliciteerd. Er hoort nog een oorkom erbij. Voor boven het bed. Oh, dat ben ik ook denk. Ja. Wim, toch nog een diploma. Ik hoorde dat Wim zijn vrouw... Bij de volgende Wim. Wim Samink. 33 jaar voorzitter. Ik zal er niet al te veel meer over zeggen, want dat heeft Kees al gedaan. Wim is onlosmakelijk verbonden aan... Deze club kent iedere hoek van dit clubhuis, kent u alle heel, heel goed en daar ben ik eigenlijk wel een beetje jaloers op, want voor mij is het allemaal beginnen en dat kost heel veel energie, maar het is natuurlijk ook energie die het Wim heeft gekost om de zaken altijd goed te laten lopen. Ik ken Wim, misschien kennen jullie hem anders, maar ik ken Wim als een hele rustige man, hele rustige voorzitter ook. Daar zijn we jou, Wim, met z'n allen ontzettend dankbaar voor. We hebben ook voor jou een onderscheiding aangevraagd bij de NPO. Maar die bleef je al te hebben. Dus wij moesten iets anders bedenken. Zeker na de verhalen van Kees, denk ik dat we nu een algemene vergadering moeten openen. Dus bij deze, even heel vlug, ik heb de namen meegenomen. Ik hoop een algemene vergadering van Peter de Post. Een voorstel, dat is om de heer Wim Samink te benoemen tot erevoorzitter van PV De Luchtbode. Hoe staat u daar tegenover? Dank u wel, dan sluit ik de vergadering. Wim, misschien mag ik je vragen om even naar voren te komen. Ik denk voor jou nog beter bekend object dan voor mij. Wij hebben daar een mooi plaatje in laten zetten. En die willen we je graag overhandigen als aandenken. 33 jaar voorzitter, 33 jaar inspanning voor deze mooie vereniging. Waarvoor nogmaals heel, heel hartelijk dank.